Goedemorgen allemaal, het havenkantoor van Middelburg. En Suzanne, jou hebben we natuurlijk al eerder gezien, maar jij bent de havenmeester, toch? Ja, één van de. Ja. Van de. En nu ben ik hier in verband met de havenfeesten van volgende week. En dat is goed om een beetje aandacht aan te besteden. Je hebt drie jonge heren naast je, uit Veren en uit Middelburg, ja. Van het Zeekadetkorps. Ja. Kunnen jullie dat eens even heel kort uitleggen? Want ik hoorde net al, het is net zoiets als de scouts, maar dan veel serieuzer en het hoort bij de marine. Vertel eens, hoe zit dat? Nou ja, eigenlijk is het een beetje een vooropleidingachtig iets eigenlijk voor een zeevaren beroep eigenlijk, ook in de zeevarende sector. En we hebben een opleidingsschip, oud om die watermijnen veren van de Koninklijke Marine. Oké, okay. Dus, en ligt die in Veren? Ja, die ligt in Veren, ja, bij de sluis in Veren. Dus, en hebben we het dan over een oud schip of echt een marineschip? Ja, het is echt een oud schip uit 19... Uit welk jaar kom je ook? 1960. Oké. Okay. Dus, maar dan kan je dus wel een beetje de beginselen van de zeevaart leren kennen. Ja, het is ook een echt zeeschip. Dus, jullie zijn niet zozeer bezig met vuurtjes stoken en knoopjes leggen, zoals die daar achter jullie hangen, maar... Ja, inderdaad. Jullie zijn echt meer bezig al met de techniek en de scheepvaart zelf en dat soort dingen? Ja, echt het serieus werken. Oké. Okay. Nou, dan is het natuurlijk geen toeval dat jullie erbij zijn, want ik heb van de organisatie, die liever niet in beeld wil, maar goed meeluistert altijd, heb ik al begrepen dat er in dat weekend zijn er 150 leden van het Zeekadetkorps zijn aanwezig in de haven. Wat gaan jullie doen? We hebben in de ochtend, op zaterdagochtend, hebben we een zogenaamd baksgewijs. Dat is eigenlijk dat we met z'n allen bij elkaar komen en dan voeren we wat commando's uit. Een openingsceremonieel wordt ook al genoemd. En nu begrijp ik dat de burgemeester en zo erbij is. En dat is eigenlijk de opening van de havenfeesten eigenlijk van 2023. Ja, dat is heel goed. En die zijn dan ook weer onderdeel van de stadsfeesten. Of een combinatie ermee natuurlijk. En dus dat wordt een heel druk weekend in Middelburg. Ja. Maar er komen ook heel veel schepen weer dit jaar, begreep ik. En Suzanne, jij weet er eigenlijk ook alles van. Zeker. En je ziet alweer iemand binnenkomen. Maar kan je even de grote lijnen, want de opzet is bijna ieder jaar wel hetzelfde, maar er zijn dit jaar ook allemaal extra dingen, toch? Ja, de zeekadetten zijn extra en wat wel heel leuk is om daarover te vermelden is dat die komen met een sail in op vrijdag om 6:00 worden die in Middelburg verwacht bij de loskade vanuit Vlissingen. Maar tegelijkertijd wordt er vanuit richting Veren ook een sail in verwacht van het maritiem varend erfgoed. Dus de oude boten. Ja, de oude boten. Precies. Dus dat is op vrijdag rond 6:00. Dan zaterdag om 10:00, dan is de opening met kanonschoten op het hoekje van Jos Bonen daar. Dat kanon wordt daarvoor gebruikt door de burgemeester. Oké. Okay. En volgens mij is aansluitend daarop dat baksgewijs. En dan is er op de loskade, zijn een aantal rondvaartjes weer mogelijk, net als andere jaren. Maar daar staat ook de marine met een heel spektakel, een roadshow. En... Ja, daar heb ik ook wat foto's van gezien. Dat ziet er echt wel heel mooi uit. Ja. Ook met een soort aquarium waar je in kan of een duikers ingaan of zo. Ja, klopt. Dat is daar allemaal te doen. Dan is er zaterdagmiddag om 3:00 een bad-eendjesrace. Ook belangrijk om te vermelden, hè? Want daar heb ik ook nog een bericht van gehad. En van de JCI Walcher is het. Ja. En dat is voor het goede doel. Voor het goede doel. En dat is kort, een paar jaar geleden hebben ze het ook gedaan. Er is natuurlijk ook wat weggevallen tussentijds. Maar je kan dan een eendje kopen. Ja, dat eendje het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de bekende loodjes verkopen. Alleen is het loodje nu een eendje met een nummer erop. En die eendjes worden op een gegeven moment losgelaten, aangedreven, over een finishlijn heen gestuurd. En die wint. Degene die het eerst over de finishlijn is, die wint de hoofdprijs. En wat is de hoofdprijs in een bad-eentje? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Nou ja, goed, dat wordt wel bekend. Ik zal dat in de tekst er ook nog wel bij schrijven. En wat ik ook hoorde, wat ik wel interessant vond, dat is volgens mij ook helemaal nieuw. Dat er een soort van braderie komt op de Kinderdijk. Ja, er komt een grote braderie. De andere jaren hebben we dat wel geprobeerd, maar dat bleef wat kleinschalig. En nu... is een 400 meter aan braderie uitgezet. Kort samengevat, het wordt echt een maritiem spektakel, maar ook weer gewoon met de springkussens en de reddingsdingen. Wat spektakel hier in de haven, gewoon gezelligheid, eten, drinken. Eten, drinken en de subtour natuurlijk niet te vergeten. Oh, op zaterdagavond. Zaterdagavond om 8:00. Daarvoor nog een yoga-clinic op de subplanken. Dus daar is echt van alles. Nou, ik zal het programma delen. Het staat natuurlijk ook gewoon op de website van de havenfeesten zelf. Ja. Zal ik ook naar verwijzen. En heren, nu, dat is dan om mee af te sluiten. Nu begreep ik dat er ook nog iets is met een schip. Daar mag ik een verloting doen waar mensen naar Middelburg kunnen komen vanuit?
Maassluis. Vanuit Maassluis allemaal. Ja. Dat is dat een hele interessante verloting. Maar de eerste vraag die dan bij mij komt, mogen dan alleen mensen uit Maassluis komen? Of hoe komen de mensen in Maassluis eerst? Nou, die worden als het goed is met een bus vervoerd naar Maassluis. En dat kunnen gewoon eigenlijk Middelburgse mensen zijn, eigenlijk iedereen al een beetje. En die worden met een bus vanaf Middelburg naar Maassluis gebracht en die kunnen vanaf daar meevaren naar Middelburg. En op wat voor soort schip varen ze dan mee? Die varen op een oud loodschip, als ik het goed heb onthouden. Een oud loodschip is dat en ja, het is een prachtig schip, dat wel. Er zijn 8 keer 2 plekken. Oké. Okay. Dan kan je lekker meevaren op het schip De Riegel, als ik het goed zeg. De Riegel, ja. De Riegel. Heel prachtig schip van, en daar kan je lekker mee meevaren, leuke dingen zien. En uiteraard kan je ook een rondleiding verwachten. Ze gaan ook over zee, dus dat is natuurlijk helemaal een spektakel. Oh, het gaat over zee. Hebben jullie er zelf ook een beetje zin in? En wel, ja? Jullie zijn er ook gewoon het hele weekend? We zijn er het hele weekend. Ja. Nou, helemaal goed. Ik zal ook nog naar jullie website verwijzen, want dan kunnen mensen wat meer lezen over de zee. Want jullie bestaan nog maar een jaar, toch? Ja. We staan nu in juni bestaan we een jaar. Dus inderdaad, deze maand precies een jaar. Nou, dan gaan we dat ook gewoon nog vieren. Of niet, Suzanne? Jazeker. Ja. Ja, nou, het komt helemaal goed. Nog andere dingen die ik moet weten? Jullie kunnen ook uiteraard een rondleiding krijgen op ons schip, het hele weekend door. En, alle schepen eigenlijk, alle schepen sowieso, maar ook op die van ons. En dan kunnen jullie meekijken. En die wedstrijden waren er ook. Ja, de roeiwedstrijd met alle zekerheidskorpsen. Dus, We hebben nog niet eens alles gehad en ik ben nu al in de waar van alles wat er te doen is. Dus ik zeg, dat is een goed teken. Ja. Dank jullie wel voor de toelichting en tot volgend weekend. Tot volgend weekend.